Die Luca die zich opnieuw manifesteert. Het is ook een betere klim voor hem, een stijvere klim. Kan hij echt veel beter aan. Die kleine soepele tred blijven ronddraaien. En hier Savodelli toch in rondom beeld op de trappen lopend. Cunego heeft de rol moeten lossen in het favoriete groepje. En dan komt het groepje Savodelli terug op de winnaar van vorig jaar. De klim dus op papier 18,5 kilometer lang. Gemiddeld stijgingspercentage 9,2%. En Simoni doet nu aanval nu. Rugano naar het wiel. Reageren. Ja, Rugano, Valjavec, De Luca die opnieuw dat moeilijk krijgt. Het stijlste stuk hebben we dus achter de rug. Een kilometer of twee aan 14%. Maar dan blijven de gemiddelden dus verschroeiend. Want als we dan kijken naar het gemiddelde over het onverharde gedeelte dat we straks krijgen. Dat is ook toch om van achterover te vallen. Ja, we blijven constant vanaf het onverharde deel gaan we niet meer onder de 9,5%. Dus dat zegt genoeg. Simoni die dan nog eens stevig op de trappers ging staan. Rugano die geen krimp geeft. Valjavec, Gonchar. Hartslag van de knecht van Garate, Lobato, 176, al aan 90% van zijn kunnen. Daar zien we dan Savodelli en Belli op kop van het achtervolgende groepje. Savodelli volledig geïsoleerd dus op deze Colle delle Finestre. Maar dat is geen verrassing. We zien daar ook Carpets. En Galgan van Crédit Agricole. Galgan die gisteren nogthans gevallen was. Ja, want hier zit Colchioli zijn kopman. Alcan die met Christophe Brand zich aanmeldde bij het ziekenhuis, daar een hele tijd moest wachten op behandeling. Het is zo dat Alcan gevallen was in dezelfde bocht als Christophe Brand. Waar Brand dus met zijn knie tegen de vangrail schuurde. Niet gevallen, de Waal, maar wel een serieuze blessure. En dat kost hem 8 hechtingen aan de binnenkant van zijn linkerknie. 15 tot 20 hechtingen, zo zei Herman Frieseau aan de telefoon, aan de buitenkant van zijn linkerknie. En ja, dat betekent dat we Christophe Brand vandaag niet in beeld zullen zien fietsen. Nee, ik vrees voor het testen. We hebben hem inmiddels zien passeren op de top van de 60e. En was toen al in de achtergrond verzeild geraakt. Ik denk dat hij een heel groot probleem heeft met de knie. En die Simoni die toch de werk moet opknappen nu. Die daarnet vroeg aan Rugano om even over te nemen. Maar ofwel weigerde, ofwel ook al blij was dat hij nu voorlopig het tempo kan volgen natuurlijk. Simoni, Rugano, Valjavec, Garate en Lobato. Di Luca zit ook Foten daar nog altijd bij. Ja, de man van Gerolsteiner, de Duitser. Ja, knap. En dus de volledige top 5 op Savodelli na in het groepje der favorieten. En kijk, 15 seconden, dat is nog niet veel. Dat is niks als je weet dat er ook een afdaling komt in vergelijking met de klim die ze nu hebben. Dan mag Savodelli toch 40, 45, misschien wel een kleine minuut verliezen. Dat kan hij misschien straks in die afdaling toch grotendeels opnieuw wegwerken. Ja, de afdaling waarin Savodelli gisteren 40 seconden uitliep op Simoni in de tijdrit. Basso wordt bij de geloste gemeld. We zien hem hier inderdaad niet meer zitten. Ja, maar dat was de groep van Savodelli met Ardia daar net achteraan dat we zagen. Was het beeld van Savodelli, de groep van Savodelli dat we net zagen. Rugano. En Basso zal dus niet voor een 3-op-3 kunnen zorgen als hij nu al in de problemen moest komt. Moest hij net ook al passen in de klim. Was de eerste die aanviel met Simoni en toen Rugano overnam moest hij direct even passen. Dus hebben Basso in beeld. Gisteren de allereerste tijdrit uit zijn loopbaan gewonnen, Ivan Basso. Heel veel krachten verbruikt in de voorbije twee dagen na die ritzegen op Limone Piemonte op de Colle di Tenda en in die tijdrit gisteren. En daar wordt hij nu opgeslokt door het groepje onder aanvoering van Savodelli en Belli. Dus je ziet, de verrassingen zijn de wereld niet uit. Er werd al geschreven hier en daar van dat als hij geen maagontsteking had gehad of een virus, een virale infectie had gehad, dan had hij hier de Giro gewonnen op zijn één been. Maar je ziet ook als en als. Ja, daar is het net in. Dat is net het mooie aan het wielersport dat je. Eergisteren mocht hij rijden, kreeg je een vrijgeleide van de kanonnen in het klassement in deze slotweek. Rugano maakt daar stevig tempo. Ja, Rugano die zijn verantwoordelijkheid echt niet op de weg gaat hoor nu. De kleine Venezolaan op exact 3 minuten in de klassering. 3 minuten, wat is dat op een beklimming? Het minste zwakke moment en je krijgt minuten aan je been. Ja, nee, dus het Savodelli die het alleen moet doen natuurlijk. Want al die kopmannen, eigenlijk de top 10 die zit vooraan.
De Kapets, de zevende in het klassement, zit daar ook bij Savodelli. Kopgroep bestaat uit 13 man. En in die kopgroep menen we nog altijd het silhouet van Wim van Uffel te zien. Hier Basso. Basso ook gelost uit het groepje Savodelli. Zich wat opgeblazen in het begin van de Colle delle Finestre. De 3-op-3 gaat er niet komen. Hij gaat dus Saroni niet evenaren. De Italiaan die 25 jaar geleden 3 ritten op rij wist te winnen. Basso die de Finestre als de allerzwaarste klim uit deze Giro omschreef. En wat gebeurt hier? We zien Rugano in het wiel van Simoni. Groepje hangt daar heel lang gerokken op de flanken van de berg. Een berg die we voor de allereerste keer beklimmen in de geschiedenis van de Giro. Een ontdekking van Castellano, zeg maar, tot vorig jaar de organisator. Verschil tussen Simoni en Savodelli, 24 seconden. 24 seconden. Langzaam maar zeker loopt Thibaut uit. Ja, de stand dus, zijn achterstand, 2-0-9. Ja, en Savodelli keek er net om. Vroeg om steun, dus zal hij waarschijnlijk ook niet krijgen. Nee, Belli is een helper van Conchar. Ja. Di Luca maakt een goede indruk vandaag. Een heel goede indruk. En wat wordt het straks? Een groot vraagteken. We zijn de klim niet mogen overrijden. Alleen voor de koers werd de pas opengesteld. En toen we ons vanmorgen aanmelden, dan stond daar een streng kijkende meneer. En er was geen denken aan dat we er zouden voorbij komen. Och, die Luca die nu opnieuw het tempo hoog proberen houden. Ja, die Luca in de stand ook nog altijd maar op 3 minuten en 8 seconden. Wat een apotheose in deze ronde van Italië. Even overleg tussen Di Luca en Simoni, blik van verstandhouding. En Di Luca, die nu gewoon even gaat converseren. Ja, gewoon even converseren. Op de top van hun inspanning. Ja, waarom niet? Het is een mooie zomerdag. Het is een graad of 18 daar op 2000 meter boven zeeniveau. Waarom dan niet een babbeltje slaan? Ja, waarom niet? Je moet kunnen, vrienden onder elkaar. Of toch collega's onder elkaar. Dan zien we het nog eens. Groeit daar iets tussen die twee? Veel wordt er niet gezegd door Simoni. Savoldelli in vieze papieren. Wat gaat Scalgani doen? Op kop rijden toch niet? Met Cocchioli voor hem in de koproep. Savoldelli heeft deze klim niet verkend. Simoni wel. En Basso. Ja, het wordt geen leidersweg zoals op de Stelvio, want hij is nu niet ziek. Maar voor de ritzegen gaat hij vandaag niet meedoen. Ja, Hans, het gebeurt hè. Algon zet zich daar op kop van het achtervolgende groepje. Het zal een goede dag worden voor Algon. Dus de kopgroep bestaat uit 13 man. U ziet hier die Luca in het wiel van Simoni zitten. Dan hebben we daar ook nog bij Concha, Rugano, Valjavec, Karate, Rodriguez is erbij. Atienza, Montgomery, Di Luca, Van Uffel, Parra. 30 seconden ondertussen al. Carpets wordt ook in de favoriete groep gemeld. Ja, wat ik al dacht dat ik niet 100% zeker was, het is dus wel degelijk Cocchioli die erbij zit bij Savodelli hier. Ah. Ik had het op het beeld hier net voor de beeld dat ze nu tonen, begon ik te twijfelen. Het is wel degelijk Cocchioli die erbij zit, dus dan kan hij toch nog een beetje steun krijgen van iemand. Cunego is gelost uit het groepje Savodelli. Dus geen Crédit Agricole renner meer in de favoriete groep hier. Het zat daar net wel in. Hebben ze in. En Carpets hangt er als laatste aan daar. En nog altijd Wim van Uffel. Heel mooi. Ze hebben het niet in beeld gebracht dat Cocchioli uit het wiel is moeten lossen. Parra is gelost. Parra niet meer in de groep der favorieten.
En kijk, Savoldelli. Druk gesticulerend. Ik denk dat er nu toch sprake is van enige paniek. Want van 15 seconden zijn we plots heel snel naar een halve minuut gegaan. Hier zie Cunego. Cunego die de klim dus net als Simoni uitgebreid verkend heeft op 31 maart in apocalyptische weersomstandigheden. En in Brusikin. Ja, nu krijgt hij toch twee mannen steun. Verschil opgelopen tot 36 seconden en we moeten nog beginnen aan het zand. Wie bijt hier vandaag in het zand? Op dit moment Savoldelli. Ja. Is de Giro aan het kantelen? Di Luca trekt daar stevig door in de favoriete groep. Simoni en Rugano. Garate, Van Uffel hangt er ook nog altijd bij. Mooi. Dit is al een achterhaalde samenstelling. Al een aantal renners daaruit gelost uit dat groepje, de favorieten. En zelfs iemand zoals een Aurelien Kleer, die kan daar nooit hebben postgevat natuurlijk. Nog een man of 8-9 samen, meer niet. En Van Uffel is er nog altijd bij. Valjavec, Gonchar, Garate, Lobato, Atienza. Rodriguez, die werd daar ook gemeld, maar ik denk dat dat Lobato was. Dat zal fout doorgegeven zijn. Of is het toch Rodriguez? Zien we zo meteen wel. Kijk, daar zit Savoldelli. Zijn toch al serieuze verschillen. Brusegin, zijn rol lijkt daar nu uitgespeeld. Savoldelli moet helemaal alleen in de achtervolging gaan. En kijk maar hoe hij de hele tijd onrustig achterom kijkt. Ja, dat is normaal. Hij voelt dat hij van niemand nog steun kreeg. De vorige bergritten altijd wel iemand in steun zat bij Karate of bij een Gonchar of wat. Maar nu zijn die mannen allemaal voorin. Hij is zelfs de top 10 moeten laten rijden. Dat is in zijn nadeel natuurlijk. De uitzondering van Cocchioli en Brusegin heeft hij niemand meer in steun. En dat draait de rollen toch wel even om. Hier zijn ze toch met drie man. Simoni, Di Luca, Rugano die constant iedereen beurt op kop rijden. Carpets wordt nu bij de geloste gemeld uit het pelotonnetje Simoni. Weg met de rust dus. Een foto nog altijd aan, denk ik. De man van Giro Steiner zag ik daar een laatste positie, denk ik. Ja, ze hebben ook Montgomery gesignaleerd in die kopgroep. Maar... Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja. Moeilijk uit te maken op dit beeld. Kopgroep zeg ik, niet vergeten, we hebben nog altijd één leider. Daar ziet u de samenstelling, is dit de goede nu? Lijkt me wel op Carpets na dan, die al net de rol heeft moeten lossen. Savoldelli in de achtervolging. Cauchioli blijft in het wiel. Belli nog niet overgenomen. Ardila zit daar ook wat verderop. Ja, Ardila zit er ook, Brusig in. Sampieri zien we daar ook, de Zwitser van Fonac. Dat is ook zo'n man of 12, 13 denk ik. Het wordt een uniek, ongelooflijk spektakel, zei Cunego na de verkenning. Waarover Simoni zei, het lijkt hier wel de Camel Trophy zonder jeeps. Maar dat is voor straks, wanneer we het zand doorrijden. Di Luca met een prachtige inspanning. Kijk naar het verschil. 44 seconden. De Giro op zijn kop. Ja, zeker. De Giro op zijn kop. Nu, ze zijn nog niet half ver die klim. Nu al 44 seconden. Dat wordt straks uitkijken naar het laatste deel. Dus we hebben nog 10 leiders. In die favoriete groep die we daar nu zien, zien we Di Luca, Simoni, Rodriguez, Valjavec, Garate, Lobato, Atienza, Rodriguez en Van Uffel en Gonchar. Dat moeten ze zijn. Di Luca, Simoni, Rugano, twee man van Saunier. Dus één mannetje wordt hier te veel gemeld door Radio Corsa. En kijk hier, communicatie, hoe belangrijk is dat op deze klim? Ze kunnen hier allemaal nog de Giro winnen in deze groep. Simoni, Rugano, Di Luca, Garate. Ja, alle drie kunnen ze nog de Giro winnen. Met voorsprong natuurlijk een beetje Simoni. Want met de bonificaties alleen zal een Rugano of een Di Luca of een Karate het niet redden om de rit te winnen als ze bij Simoni blijven. Dus. Hier foto, ja. Foto en Ardila op. Dus geen Montgomery zoals ze eerst aanhaven. Ja, Montgomery zit hierin, hè, in dit groepje. Ja.
En de twee man van Saunier moeten wel degelijk Lobato en Karate zijn. Rodriguez hebben we er nog nooit gezien. Eens kijken. Di Luca, Rugano, hier Karate. Dan is het moeilijk te zien. In elk geval Van Uffel. En hier dan Montgomery achterin het groepje links in beeld. Die nu ook de rol moet lossen, denk ik. Of toch niet, nee. Wat een beklimming. De finestrij die alles geeft wat je ervan mag verwachten. 49 seconden nu al het verschil tussen Savodelli en Simoni. En dan gaan we langzaam maar zeker naar de minuut. Calcioli heeft zich nu weer op kop gezet van het achtervolgende groepje. En Savodelli kijkt meer achterom dan vooruit. Je moet vooruit kijken. Ja, daar is eerste maal dat we hem toch zo nerveus zien nu. Van Uffel, wat een prestatie. In het wiel van Atienza, Gonchar. Kijk, daar zien we de hele tijd onrustig, ongerust achterom kijken van de roze trui. Kijk, wat moet ik doen? Ja, koersen natuurlijk. Ja, blijven trappen natuurlijk. Ik weet dat ook wel, maar hij is toch wel heel nerveus hoor. En de weg is daar zo smal. Ik denk niet dat de ploegleiders, wagens daar heel dicht in de buurt van de renners kunnen komen. Ik denk het niet. Het kan goed zijn dat zijn ploegleider nu 3 of 4 minuten achter die groep rijdt. Want het zijn allemaal geloste, smalle wegen. Het is niet evident voor een ploegleider om nu zomaar direct vooraan post te vatten hoor. Een mooie geasfalteerde weg in de eerste 10 kilometer van de Colle delle Finestre. En dan straks komen we op dat verredeld geitenpad dat in principe maar vanaf juni open staat voor het verkeer. Maar vandaag is hier koers. Het is de eerste keer sinds 2000 dat we over onverhard terrein gaan rijden met de Giro. Toen reden we de Gavia over en de Gavia had op dat moment nog 3 kilometer onverhard aan de voet. De Gavia, u weet wel, dat is die pas waarover Erik Breukink ooit een legendarische etappe won in apocalyptische sneeuwomstandigheden. De roze trui in moeilijkheden. Bijna 4,5 uur gekoerst. Ja, en Simoni hiet er met een 25 op hoor. Het is van moeten. Ja. Dus als die mannen al 25 zitten hebben, dan weet je hoe laat het is hoor. Dat hadden ze ook geconcludeerd bij de verkenning einde maart toen ze 40 kilometer van deze etappe verkenden in slechte weersomstandigheden. Ze zijn toen een groot deel met de wagen naar boven gereden, hebben toen de laatste 2 kilometer van de Finestre opgereden in mist en sneeuwregen. Plus het eerste deel van de afdaling gedaan, daar de vergelijkende studie tussen de verzetten. Ja, dat is moeilijk uit te maken natuurlijk. Het ene stuk is het andere niet. Een procentje min of meer, dat maakt al een vlug een tandje achteraan verschil. Savodelli. Maar toch wel krampachtig hoor. Savodelli die normaal is altijd soepel trapt, die nu toch. En ook Brusekin die opnieuw in de problemen zit, of later die wagen ertussen. Ja, de wagen van Gianni Savio wil naar voren. Tuurlijk. Ik heb een potentiële Giro-winnaar, zegt Savio. Daar gaat hij. Dan is het verschil, vermoeden we, boven de minuut gaan oplopen. Ja. Jouw Wadde. Ja, want daar zit de wagen van Lampre al achter, dus. En die Luca die toch opnieuw een fantastische indruk heeft. Dus Savodelli de helft van zijn voorsprong op Simoni kwijt. Fuzzi. Nog voor we op de Sterratoweg gaan rijden. De onverharde weg die we zo meteen gaan krijgen. Het verredelde geitenpad. Du jamais vu in de finale van een grote ronde. Toch in dit tijdperk van het wielrennen. In de Giro is het niet ongewoon dat we over onverhard gaan rijden. Dat is het verschil tussen koploper Ivanov en het groepje Simoni. 4 minuten en 50 seconden. Ivanov die met Nierman de ontsnapping van de dag heeft op touw gezet. En die mannen zijn heel ver kunnen uitlopen tot een minuut of 17. Ja. Maar nu blijft daar nog een kleine 5 minuten van over. Karpets wordt daar bijgehaald door Savodelli. En hier toch Brusekin in de problemen met de groep van Savodelli. Ik dacht er net nog dat hij even de wagen wilde doorlaten, maar nu toch in de problemen ook. Kijk naar het afzien op het gezicht van de Valk. En nog 53 seconden wordt daar gezegd. En nog 10 man vooraan.
53 seconden. En vooral, niet onbelangrijk, 10 man. Als die 10 man over de top van deze klim kunnen geraken, dan hebben ze een groepje waar ze straks in het dalletje op weg naar Sestriere een goede verstandhouding kunnen krijgen en zo nog de kloof kunnen verder uitdiepen op een Salvadelli. Salvadelli, de superdalers. Hoeveel kan hij goed maken in zo'n afdaling over 9 kilometer? 9 kilometer duurt die afdaling. Ja, hij kan misschien wel een 30, 40 seconden goed maken. Misschien wel 50 seconden of misschien een minuut. Maar dat zal niet voldoende zijn om hier opnieuw te komen aansluiten. En als hij dan helemaal alleen zit na die klim op het, in het dalletje, dan zal het zo moeilijk worden om de rest nog te dichten in feite. Het zal erop aankomen om ook hier bij Salvadelli nog een paar mannetjes in steun te hebben in het dalletje op Pagna Sestriere. Para. Die terugkomt? Die net na het roepje Salvadelli zit. Die ook daar de rol moet lossen blijkbaar. Adia die er ook knap blijft aanhangen nu bij Salvadelli. Para, de ritwinnaar. Vorig weekend de dubbel gerealiseerd. Met winst in de twee grote Dolomietenritten. In Livigno en op St. Ulrich. En Salvadelli rijdt voor zijn leven. Het is wel een goed teken dat hij nog denkt aan eten en drinken hoor. Dat wijst erop dat hij toch nog heel clever is. Maar het is een intelligente kerel, Il Falco. En straks, mocht hij veel tijd verliezen op de top, kan hij nog zijn dalerscapaciteiten aanspreken. Hier zien we Montgomery. Ja, in de problemen nu vooraan. Hij moet de rol lossen. En als laatste wagonnetje van de groep der favorieten zien we nog altijd onze Wim van Huffel. Hier rijdt hij, in het wiel van Atienza. Ook wat moeizamer, maar dat hebben ze natuurlijk allemaal op dit moment. En het is wel degelijk Rodriguez in de favoriete groep. Rodriguez en Garate, dus de twee mannen van Sonier Duval. Ja, het blijft verbazend stijl hier. 10, 11, 12%, het is onvoorstelbaar. Ze zijn nog met z'n negenen bij Simoni en Rodriguez steekt de hand omhoog. Vraagt assistentie. Savodelli lijkt zijn cadans hervonden te hebben. Ja. Dan ziet u de samenstelling van het groepje met Salvadelli. Carpets, Ardila, Caucioli en Para wordt daar dus opnieuw bijgemeld. Hangt hij er nog aan? Is hij terug kunnen keren? Nee. En Ardila moet nu op dit moment de rol lossen. Dus nog met z'n drieën in de achtervolging. 47 seconden, dan is Salvadelli tijd aan het goedmaken. Laatst gemelde verschil was 53 seconden. Ja. Hij kruipt terug. Ja, Salvadelli dit kan houden op een minuut blijven hangen tot top. Dan is er nog niks verloren voor Salvadelli hoor. Hop, ook Caucioli overboord. En je ziet, hij blijft eten en drinken. Salvadelli versnelt. Pas op, dat was misschien het probleem ook dat Salvadelli net had toen hij altijd ongerust omkeek. Hij wilde misschien de wagen bij zich om iets te eten en te drinken en hebben hem misschien niet in beeld gekregen. Ja, hier zie je de verzorger die hem nu hier team heen, die hem wat eten en drinken toestopt. Het is een West-Vlaming die Salvadelli bevoorraadt. Geert Tieber ging. Ja. Gertie, voor de vrienden zijn ze. Het is wel gekomen voor Savodelli wat hij daar deed. Ik denk het wel. En ook heel vooruitziend van de ploeg om daar een verzorger opgesteld te hebben. Ja. En straks ja, moeten we straks ook mechaniciëns langs de kant van de weg verwachten wanneer we op het onverharde gaan rijden. Want ik kan me voorstellen dat je daar niet met om het even welk bandentype over kan rijden. Dat zou verstandig zijn, maar de vraag is of ze met wagens tot daar kunnen rijden zijn. Wij hebben het deze morgen ook geprobeerd en we zijn er echt niet op gemogen. Dus dat zal de vraag zijn. Maar het zou zeker niet onverstandig geweest zijn om een paar posten in te lassen op dat stuk die er straks aankomt. Dikke problemen voor Caucioli, de nummer 9 in de stand op bijna 7 minuten van Savodelli. Hij moet de roze trui laten rijden. De roze trui die nu nog het gezelschap heeft van Belli. En wie zit daar achter de rug? Dat is nog altijd Maurice. Mauricio Ardila, ja. De Colombiaan van de Davitamon Lotto ploeg. Twee Davitamon Lotto renners in de spits van de koers. Van Huffel in de groep der favorieten. Over de koploper Ivanov, weinig nieuws. Laatst gemelde kloof was dus 4,50. Want het is hier dat het gebeurt natuurlijk, de koers. Rechts een beeld van de fans van Savodelli aan de streep.
Ik heb wel de indruk dat Savoldelli opnieuw iets beter in zijn ritme zit. Niet zo krampachtig meer als een paar minuten terug. Kan natuurlijk bedriegen in een iets makkelijker stuk natuurlijk. Maar wat noem je nog makkelijk als die constant tegen 10, 11, 12% klimt? Atienza hangt daar nu in laatste positie van het groepje in het wiel van Wim van Uffel. En 41 seconden nog. Savoldelli maakt tijd goed. Seconde per seconde krept de roze trui van Discovery Channel Barry Floor terug. Ja, je ziet en ook. Hij gaat nu eraf. Hij is metertje per metertje aan het lossen. Speelt daar wat accordeon, ja. De Colombiaan. Nog eens kijken, kijk naar die gezichten. Dan krijgen we hetzelfde beeld als een paar dagen terug naar St. Ulrich. Dat ook Simoni daar in de aanval trok. Een kloof sloeg en dan bleef hangen. En dat na een paar kilometer. Ja, het is zover. We zijn eraan begonnen. Ja. Sterrato, terug naar de tijd van Coppi en Bartali. Bekijkt het eens, dames en heren. Dit is ongelooflijk. Steentjes, steenslag. Hoe moet je het omschrijven? Bosgrond. En ja, als je nu maar niet lek rijdt hierop. Het zal je maar overkomen in de finale van een bergrit. Ja, laat Simone hier nu lek rijden, dan staat Italië toch op zijn kop, hoor. Ik denk dat Italië nu al op zijn kop staat. Ja, maar dit toch. Verloop. Dat zou toch heel veel kritiek losweken. Deze weg werd aangelegd in 1886 door het Italiaanse leger. Het was zo dat boven is er een fort. En om de kanonnen naar boven te trekken was het nodig voor de paarden om een gelijkmatige klim aan te leggen en dat zorgt voor een zeer gelijkmatig percentage. Ja, gelijkmatig, maar niet onder de 8,5%. En vandaag zijn de renners het kanonnenvlees. Nou, gelukkig is het heel mooi weer, regent het niet, want anders hadden die inderdaad een modderpoel, hoor. Kijk, wat een beeld. Het is een beetje hetzelfde als het Bos van Valais en Parijs-Roubaix, daar mag ook nooit geen verkeer over, dat is inderdaad hetzelfde nu. 8 kilometer Wallis-Arenberg bergop. In 1982 zat de Monte Grappa in het parcours van de Giro, in de afdaling nota bene, dat was ook Sterrati, zo'n onverharde weg. En het regende toen lekke banden, dat was wel bergaf. En dat zorgde voor een regen aan polemieken. Ja, dat zal wel. Laat ons hier nu echt hopen dat er niemand lek rijdt, zowel hier vooraan niet als de groep Savoldelli, want dat zou denk ik toch wel heel veel kritiek losweken. Zag de voorsprong van de koploper nog iets meer dan 3 minuten, Ivanov en Van Uffel nog altijd in dit groepje. Ja, in het wiel van Valjavec, Karate. Zesde positie hier, zou ze maar met 6 mis zijn. Vergeet die namen in uw scherm, ze zijn maar met z'n 6 meer, dachten we. Ja, of we zouden moeten renners achter die motor gezeten hebben nog. Maar nee hoor, en ook Wim krijgt het moeilijk. Ja. Van Nuffel krijgt het lastig. Di Luca die versnelt. Di Luca. Vierde op 3 minuten en 8 seconden in het klassement. Nog eens zeggen, dit is 8 kilometer over steenslag. Ze hebben de weg wel speciaal geprepareerd, de Italiaanse dienst van Bruggen en Wegen. En vanaf 1 juni kan je dit als gewone burger met de auto komen doen. En kijk naar het publiek dat hier is komen opdagen. We hadden verwacht, ja. Hier zal veel volk op afkomen toen we hoorden dat je er eigenlijk met de fiets niet op mocht rijden. Gesloten voor wielertoeristen, zo werd er vandaag gemeld. Dan dachten we, wie zal er in godsnaam boven geraken? 100.000 toeschouwers hadden ze verwacht in hun stoutste droom. Het zal wel niet zoveel zijn, maar toch veel volk op de flanken van de Colle delle Finestre op het onverharde gedeelte. We zijn Van Uffel dus kwijtgespeeld in het groepje Di Luca Simoni. Jammer, maar toch een fantastische prestatie van de Belg. Di Luca, wat een tempo, wat een pedaalomwentelingen. Ja, die gaat er nu echt voor, hoor. Het is cyclocross. Ja, cyclocross zou ik niet durven noemen. Zo extreem is het niet, maar het is toch gelukkig niet. En oh, en problemen en Valjavec. En Rugano hangt nog aan het wiel van Simoni, de Venezolaan. Hier legt zijn beeld Ardila, Belli, Savoldelli. Di Luca trekt alle registers open op het Sterrato. Ja, Valjavec hangt er nog altijd aan en we zijn Karate kwijt. Ja. Het zou me niet verbazen dat Savoldelli op niet terrein aan het verliezen is, want het is nu toch wel een haalstempel dat die Luca erop nahoudt nu, hoor. Di Luca, in de stand staat hij 59 seconden na Simoni. Ja, hij moet alleen aankomen. Die slotklim is een klim die een sterke Di Luca op het lijf geschreven is. Nog 4 man samen hier.
We hebben 13 bochten in totaal op het onverharde gedeelte. We hebben er daarnet ook 32 gedaan op het asfaltgedeelte. En nu dus een bocht of 13 tot de top. De weg is nooit breder dan 6 meter in de klim. Maar veel stroken van 6 meter breed hebben we nog niet gezien. Maar die latje hangt nog altijd in het wiel van de roze trui. De Colle delle Finestre. Kijk hier. Die bocht. Die grote keien. Dus Ivanov is koploper in de koers. Daarachter 4 favorieten. Simoni, Rugano, Valjavec en Di Luca. Di Luca die het tempo bepaalt. Partners in crime. Di Luca en Simoni. 1 doel. Sabodelli uit het roze rijden. Di Luca zal misschien ook denken aan de ritzegen vooral. Want dan moet hij ook nog Simoni ontronen. Ik denk dat die van die koproep toch wel de snelste is. Hoor. Als die 4 naar de finish zouden gaan. Dan denk ik toch wel dat Di Luca veruit de snelste man is. De leider heeft een voorsprong van 2 minuten en 10 seconden nog op dit viertal dus. Nog 4 achtervolgers dus op de eenzame leider Ruslan Ivanov. En Simon die opnieuw de kop neemt nu. Nou kijk, de motor kan hier amper voorbij de volkwagen van Discovery Channel komen. Ja, maar die man heeft net ook bij Savodelli geweest. Informeren denk ik. Of wat energiedrankjes misschien nog. Die zijn we het in beeld krijgen. Ja, gewoon nog wat toeroepen, denk ik. Tactiek is onbelangrijk, zo lijkt het wel op deze call. Het is man tegen man, elk voor zich, elk voor zijn schellen, zou Brik Schotten zeggen. Savodelli volgt op 1 minuut en 15 seconden van het groepje Simoni. 1 minuut en 15 seconden de achterstand van rozetrui Paolo Savodelli op Simoni. Het verschil in de stand dus was vanmorgen voor de start 2-0-9. Ja, ik gaf het al aan dat het was. En ook, we zijn ook Valjavec kwijt. Nog 3 leiders. Als je Ivanov niet meerekent natuurlijk. Ja. Di Luca, Simoni die met de elleboog schokschouderd omdat het hier gewoon ja, een oneffen weg is. Ja. Rugano. Heeft nog niet veel kopwerk gericht, maar kunnen we wel van kopwerk spreken op dit soort wegen? Ja, natuurlijk. Je zag daarnet Di Luca die echt de kop trok. En onmiddellijk een half minuut aan de druk hier Savodelli kreeg. Simoni zei voor de etappe, dit is een parcours om met de mountainbike af te haspelen. Waar blijf je, Roel Paulissen? We kunnen je hier gebruiken. Ja. Hij moet morgen rijden in Oefalize. Het probleem is dat hij wel nog 20 dagen ervoor ook moet niet paddelen ja. Natuurlijk. Di Luca. Wat een inspanning. Simoni in zijn gekende stijl. Rugano. Ja. Iets krampachtig vind ik. Als een vlieg in de huiskamer. Dila geeft niet op. Ja, wonderswaardig. Het kan een geluk zijn voor Savodelli als ze Belli bij zich heeft. Als ze straks Gonchar oprapen. En nog een paar anderen. In het stuk ertussenin. Heeft ze toch enkele mannen die waar kan steun op lenen. Rugano ziet daar alle kleuren van de regenboog en het regent niet. Nou, maar dat paars en dat blauw en dat wit van die trui van Simoni. Ja. En in iets minder zicht, als het door elkaar begint te lopen, die kleuren. Hier daar Valjavec. Hangt Valjavec. Wat een geluk dat het niet regent, want wat zou dat gegeven hebben op dit parcours? Maar u ziet de ophoping, u ziet de nieuwe laag die ze op dat verredeld geitenpad hebben gelegd. Kan u mooi zien op dit luchtbeeld. Hier, Garate. Oh, we kregen eigenlijk klaar om direct
tarmac op te gieten. Ze hebben al een goede harde ondergrond dus. Zijn ze niet van plan? Het is zo dat er ook plannen zouden bestaan. Al dus de burgemeester van het dorpje Meana di Souza, waar de klim goed en wel lospast, om hier in 2005 de Ronde van Frankrijk over te jagen. Dan zou er een etappe komen tussen Val d'Isère en Sestriere. En met het oog daarop is een van de bazen van de Société hier vandaag aanwezig. Dat is Christian Prudhomme. 1.22. 1.22, de achterstand op Ivanov voor Simoni, Rugano en Di Luca. Dus Ivanov gaan ze straks te pakken krijgen. En het is net als in Parijs-Roubaix. Als de baasje passeren, dan stof. Zie je niks meer van het stof. Di Luca, Simoni, Rugano. De volgorde in dit trio. Ze gaan dit al moeten voorkrokken ook hoor. Dus in het virtuele klassement is Simoni nu al tot binnen de minuut bij Savoldelli gekomen. Hier kijken we naar Brusseguin. Brusseguin die vecht voor zijn top 10 notering. Carpets net het beeld. Caucchioli. Dat is een groepje dat volgt na Savoldelli en Para. En Para, ja. Wat een Giro voor Selly Italia. Rugano zit daar de hele tijd in het wiel, haast op ritwinst. Ik wil een etappe winnen, zei hij voor deze etappe. Ja, dat is dan vandaag zijn laatste kans natuurlijk. Rodriguez is bijgehaald door Savoldelli, Belli en Ardila. Ook Montgomery. Kijk dit beeld. Nee, u kijkt niet naar Parijs-Roubaix. We bevinden ons in het bos van de Colle delle Finestre. Het zwart-wit, ja. Dat is niet opzettelijk gedaan, denk ik. Maar we gaan inderdaad terug naar de tijden van Coppi en Bartali. Ik denk dat ze zo'n beeld eens wilden creëren. Ja. Met het zwart-witte. Binda, Girardengo. Kijk naar het verschil. 2 minuten. Moeten we even narekenen, want dat was even schrikken. Dan zou Savoldelli nu al de roze trui kwijt zijn. We wachten op bevestiging. Dat was op de tijd van Ivanov natuurlijk dat ze de tijd aan het maken waren. ...1.40 zowat. Het verschil tussen Savoldelli en Simoni. 1 ja. Minuut en 40 seconden. Voeg daar de bonificaties bij, 1.42. Voeg daar de bonificaties bij en dan kan Simoni met ritwinst op 7 seconden komen in het klassement. Dus round-up, 1 koploper. Ivanov, daar rijdt u. De voorsprong op een trio. Simoni, Rugano, Di Luca. 1 minuut en 20 seconden. Dan Valjavec op 1.44. Karate op 1.52. Dan Gonchar en Van Uffel op 2 minuten en 8. Atienza op 2.25. En Savoldelli op 3 minuten en 5 seconden. Wat een beklimming. Savoldelli. Vandaag is iedereen rijden. Hij gaat zijn roze trui virtueel verspelen op de top van de Finestre. Dat lijkt het nu te worden. Ja, daar komt het nu op neer, denk ik. Want dan zijn we nog niet thuis. Dus nog een afdaling. En dan moeten we terugklimmen naar Sestriere. Lag de streep hier nu boven. Dan zag het er bijzonder slecht uit voor de eindzegen van Paolo Savoldelli. De Giro-winnaar van 2002. Tweede geworden in 1999. En als dat geen supporter was van Savoldelli, dan is dat heel onverstandig wat hij daarnet deed. Kijk naar de zwanenzang van Ruslan Ivanov. Rijdt al de hele etappe op kop, Ruslan Ivanov. Daar hangt Christian Hierman. Hangt er nog altijd tussen. Dat wordt gevaarlijk. Wat hij daarnet deed. Een duw van zeker 20, 30 meter voor Savoldelli. Je ziet de anderen zijn uit het wiel. Tja,
dat kan hem 10, 15 seconden straftijd opleveren. Net zoals ze met die Luca hebben gedaan, de rit naar Limone Piemonte. Ja, wat moet je dan doen? Ze wegslaan? Nee, tuurlijk niet, maar het is... Kijk, hier wordt Nierman opgeraapt. Di Luca, Simoni en Rugano stormen voorbij. Christian Nierman, de moedige aanvaller van Rabobank, die deze etappe gekleurd heeft door heel vroeg in de rit weg te rijden. Maar de Finestre is een verschrikkelijke col. Lastiger dan de Mortirolo en de Zoncolan. Nog eens. Het beste dat je kan doen als er is niet gewoon op zijn arm slaan en hem wegslaan. Gewoon aantonen van doe dit niet man, doe dit niet. Dan... Het gebeurt knal voor de tv-lens. Ja, en ook knal voor de commissaris, want er blijft de commissaris bij jou. Er is geen twijfel aan mogelijk. Je ziet hem eigenlijk zitten in die blauwe wagen. En daardoor zijn ze ook Belly kwijt. Nu zie je, Belly hangt hem nu tussen de wagens. Het zou heel jammer zijn als ze daardoor nog 10, 15 seconden straftijd zou kunnen krijgen, maar ze hebben ook met die Luca gedaan een paar dagen terug. Dus. Ja, en we zagen ook de commissaris zijn hoofd door het dak van de wagen steken en de tv-motor vooruit jagen. Nog 4 kilometer tot de top voor deze Ruslan Ivanov. Nog 4 kilometer Sterati wegen. En kijkt achterom. Het is mooi geweest. Maar de top gaat hij niet halen als eerste. Daar zijn ze. Di Luca, Simoni, Rugano. Zo meteen koplopers in deze fantastische etappe tussen Savigliano en Sestriere. Rit over 190 kilometer. Voorlaatste etappe in de Giro d'Italia. U dacht dat het Zoncolan lastig was. De Mortirolo, Cascata del Toce. De Finestre slaat alles. Ja, dat is een beeld om zeker niet te vergeten. Gewoon al de stijlte van de klim maakt het hem al heel moeilijk en dan nog eens het wegdek. Verschil tussen Simoni en Savodelli 1 minuut en 53 seconden. Bijna 2 minuten achterstand voor de roze trui op Simoni. Alsjeblieft. Met nog 4 kilometer te klimmen. Ja, Wadde. Links in beeld gaat het gebeuren. Di Luca en Simoni gaan Ivanov bijhalen. 4 leiders, maar voor hoe lang? Niet 1,53. Echt niet lang duren hoor. 1,53. En Savoldelli volledig geïsoleerd. Ivanov krijgt een blik van Di Luca. Di Luca die nog eens lang kijkt naar Simoni. Hij moet er onmiddellijk af, Ruslan Ivanov. Mooie etappe gereden, de Moldavische kampioen. En als bij wonder hebben we nog geen lekke banden gezien of gehoord via Radio Corsa. Daar ziet u het virtuele klassement. Simoni volgens die gegevens tot op 16 seconden genaderd. Rugano op 1.07, 1.15 dan voor Di Luca. Ja, Simoni is misschien al heel dicht bij die roze trui, maar hij moet straks nog met die... twee andere afrekenen op de flanken van Sestriere. En ook met de afdaling natuurlijk nog. Ja, 3 kilometer. 3 kilometer van de top zijn we nu. Dat zal het grootste nadeel van de Simoni zijn. En natuurlijk nog een groot voordeel voor Savodelli. Die afdaling. Zoals ik al eerder deze week zei, als Savodelli deze Giro wint, dan zal het dankzij de afdalingen zijn. Maar oké, dat is ook een deel van het wielrennen. Het hoort erbij. Savoldelli in de Camel Trophy, zonder jeep. Ja. Met dat dia nog steeds knap volgend. Dit wordt ongetwijfeld een nieuw bedevaartsoord voor wielertoeristen. Ivanov ziet de 3 wegrijden. Langzaam maar zeker. Daar val je weg. Net uit beeld. Simoni nog altijd in het wiel van Di Luca. Di Luca gisteren 14e in de tijdrit, verloor 1,5 minuut op Savoldelli, maar die hebben ze nu goed gemaakt in de klim van de Finestre. Hier Brusegin en Carpets. En hier de killer van Spoltore met Gibbo the Great. Dit is de allerlaatste ronde van de Giro d'Italia. Ronde 12 in het halfzwaargewicht. Gonchar en Van Uffel worden op dit moment op 1 minuut en 5 seconden van onze koplopers gemeld. Knap van Uffel.
En je ziet hier een verzorging, denk ik, dat er een verzorgende mechaniek is van Lampley met wielen. Ja. Wil Simone nog een drinkbus aanbieden, maar... Hij zou die wielen beter laten staan. Nee, beter als je meepakt. Als je nog 100 meter meeloopt en je rijdt naar het lek, ja, dan mag je nog terugkeren ook. Maar ze hebben zich dus wel degelijk voorzien. Ja. Ze staan klaar boven voor het geval dat iemand lek rijdt. Simone zei bij de verkenning dat crossbandjes hier ideaal zouden zijn. Savoldelli wordt nu op 2 minuten gemeld. 2 minuten. 2 minuten, dan heeft hij nog 9 seconden overschot. Om stil van te worden, deze beklimming. Ja, het is inderdaad om een moment sprakeloos voor te zijn. Bloedstollende ontknoping, maar zo meteen zal Savoldelli de valk zich met ware doodsverachting naar beneden gooien. Op een afdaling die volledig geasfalteerd is. Smalle wegen. Tussen de witte lijnen is het nooit, hebben we ons laten vertellen, breder dan 3,30 meter. 3,30 meter. Ja, de wagen is met spiegels inbegrepen 2 meter, dus dat moet toch wel verschrikkelijk smal zijn. Dus is de vraag met welke achterstand hij straks aan de slotklim naar Sestriere begint. Het zal vooral de vraag zijn hoeveel man hij kan voorbijrijden tot beneden en dan hoeveel steun hij zal krijgen tussenin. Ja, er hangt nog heel wat volk tussen. Hè? Er hangt nog een mannetje of 5, 6 tussen, denk ik. Dus hopelijk rijdt hij die niet allemaal voorbij, zodat hij ook opnieuw beneden geïsoleerd raakt. Want ja, dan, maar er is weinig recuperatietijd, want we krijgen vals plat in de aanloop naar de slotklim. Ja, dat is zo. Maar toch, een vals plat, daar kan je toch met een groep van een man of 6, 7 nog een goed tempo op nahouden. Nog 2 kilometer voor de koplopers. 2 kilometer tot de top van de Colle delle Finestre. Een klim waarop Coppi in de tijd voor hij ze begon stopte, even wat lucht uit het bandje liet en dan bergop reed om niet lek te rijden. Ja, natuurlijk verstandig zit de manier zoals je een cyclocross aanvat. Kijk naar de laatste bochten. Een fenomenaal zicht. Het verredelde geitenpad is vandaag een koersparcours. En ze moeten nog wat meters afleggen. Het is om de moed bij te verliezen als je daar nu rijdt. Daar boven moeten we nog. Ik weet het niet als het voor Simone is dat hij de moed zal verliezen. Ik denk, hoe meer kilometers bergop nog, hoe liever dat Simone het voor een moment heeft. Hoor. Wat een uniek zicht op de top van een Alpenkool. Du jamais vu. Bijna 5 uur gekoest. Savoldelli. Geen Calvari-tocht en Artilaatje gaat nu wat steun verlenen. Ja. Het zal deugd doen voor de roze trui dat Ardila hier nu op kop gaat rijden. Voor hoe lang? En nog eens zo'n zwart-wit vertraging. De regisseur van de rij geïnspireerd. En dit is een fotograaf uit de tijd van Coppi. Met een moderne telelens. Toch zeker heel knap wat die Luca hier opnieuw aan het tonen is. Dat wijst alles in de richting dat Gerard volgend jaar toch eens zal moeten werk maken om te proberen die Giro toch te winnen. De 13 bochten op het onverharde gedeelte van de klim zitten er bijna op. En wat de mensen zei. Wat gebeurt hier? Savoldelli die even de rol moest lossen bij Ardila. Gaat nu weer overnemen of niet? Nee. De situatie op minder dan 2 kilometer van de top. 3 koplopers. Simone Rugano, Di Luca. Voorsprong op de eerste achtervolger en dat is Valjavec, 38 seconden. Dan een groepje met Karate. Karate volgt alleen op 56 seconden. Dan zien we Ivanov, Nierman, Gonchar en Van Uffel op 1,25. En Atienza rijdt hij nu net voor die 2 renners. Atienza volgt op... meer dan 2 minuten en dit duo hier, Ardila en Savoldelli op 2.12. 2.12, Simone, virtuele roze trui met 3 seconden. En we zijn nog niet boven hoor. Waar zijn die geiten? Ze zijn allemaal weggevlucht door de vele tifosi die daar nu langs de kant van de weg staan. Die hier naar voet, te voet naar boven zijn moeten komen. Di Luca. Hier nog eens dat moment. Ja, Ardila leek wel te wachten op de roze trui. Ja, zo leek het ook.
De roze trui heeft hij voorlopig nog. Het is nog ver. Op de top van de Finestre nog 26 kilometer. De slotklim naar Sestriere 10 kilometer. Slotkilometer aan de gang voor dit koptrio. Minder dan 1000 meter steenslag. Het is zelfs geen steenslag, hè? Kijk. Oh, het zijn grote keien met zand tussen. En een bedrukt kijkende Savo Delifan. Ja, hier aan de finish. Angstig, wachtend, in spanning. Twee Italianen en een Venezolaan gaan als eerste voorbij komen op de Colle delle Finestre. Daar ziet u nog eens het virtuele klassement. Savodelli op 3 seconden geplaatst van Simoni. Als hier de Giro zou eindigen, dan doet Simoni het met 3 secondjes. Maar hij stopt hier niet. We gaan verder. Er komt nog een klim. Atienza. Opgraapt, ja. Ardila met ja, berenwerk voor Savodelli. Ja. Vreemd in feite, want zo brengt hij ook Savodelli opnieuw en ook Atienza opnieuw dichter bij Wim. Wim die misschien nog wel door die inspanningen dat hij nu aan het leven is, toch nog wel een paar plaatjes zou kunnen opschrijven misschien. Ja, maar het heeft altijd bestaan natuurlijk in de koers, hè? Ja, natuurlijk. Di Luca heeft nog altijd een behoorlijke indruk. Wie komt er als eerste boven op de Finestre? Die ingedeeld is als een speciale bergprijs. GPM Speciale, 17 punten daar voor wie als eerste boven komt. De Cima Coppi, dat is de enige berg die er meer had in deze Giro. Dat was de Stelvio, 20 punten. En dan een aankomst. Col heeft normaal 15 punten, straks te verdienen in Sestriere, maar dat heeft allemaal weinig belang. Rugano hier, de Venezolaan in het bergtruitje, is de bergkeizer van deze Giro met zijn 49 kilogram. 23 jaar is hij nog maar, de Venezolaan. Hoe lang nog in het truitje van Celi Italia? Je kan het je afvragen. Hij heeft nog een contract tot eind volgend seizoen bij Savio. De sneeuw doemt nu ook op. De sneeuw die Simoni nog kent van die verkenning toen. Op 31 maart. Toen hij de laatste 2 kilometer van de Finestre opreed. Atienza tussen hangen en wurgen uit het wiel van Savodelli. Hij hangt bijna tussen zijn kader. Achterstand van Savodelli. 2 minuten en 8 seconden. Dat wil zeggen dat ze gelijk staan. Nee, 1 secondje voorop ja, opnieuw. Ze hebben 4 secondjes teruggepakt. Hij wint de Giro nu met 1 seconde voorsprong. Ja, maar had de finish op de top geleden, dan waren er bonificaties en dan had hij nog verloren, zoals ja, klopt, nu ja, aan het rekenen bent. Maar hij is hier niet gedaan. Dus straks aan de streep nog bonificaties te verdienen, ook in bergritten tijdens de Ronde van Italië. 20 seconden voor de winnaar, 12 seconden voor de tweede, 8 seconden voor de nummer 3. En het kan erom spannen. Di Luca in een van die allerlaatste bochten op het Sterrato. En Simoni moet daar het wiel lossen. Even toch. Steile bochten. Ja, langs de paarden de kanonnen omhoog trokken. Krijgen we een beeld van dat fort. Geen belang. Gonchar voorbijgestormd door Ardila en Savodelli. Savodelli die meer dan 2 kaarsen mag branden voor Ardila. Nog 150 meter tot de top van de Finestre met Di Luca, Simoni en Rugano. De sneeuw is bijna allemaal verdwenen. We bevinden ons op 2178 meter boven zeeniveau. Rugano lijkt niet van plan om dan nog te sprinten voor die 17 punten. Nee, hij heeft dat in de vorige edities ook al niet meer gedaan. Di Luca voor Simoni en Rugano. En kijk hoe slecht het er hierbij ligt op de top. De afdaling geasfalteerd, daar doen ze op. Nu al. Smalle weg. Technisch gedoe. Op de top ligt er alleen maar zand. En nu rekenen. Het verschil opmeten bij de top. En dan kijken wat er gebeurt in de afdaling. Savodelli die
ja, vermoeden we zijn leven zal riskeren. Ja, ik denk het wel. Het zal een secondenspel worden. Ik vrees voor een valpartij zelfs, want Salvadini zal echt alles in het werk stellen om die afdaling zo vlug mogelijk te nemen. Voorbij Nierman, voorbij de moedige Grisha Nierman. Met Ardila, Savodelli en Atienza, die er nog altijd aan hangt. Laatste slingers, daar zien we Van Nuffel. Ja. Maar even met Gonchar. Ja, Gonchar, ja. En hier Savodelli die Ardila moet laten rijden opnieuw. Ja, ja. Opnieuw een paar fietslengten. En Ardila wacht, hè. Hij wacht, hij kijkt achterom en vertraagt. Ja. Ergens wel een beetje jammer. De strijd van man tegen man. De Colombiaan spreekt er zijn woordje in mee. Hij moet dat niet doen, natuurlijk. Wat een tocht hebben de mensen die daar nu langs de kant van de weg staan, erop zitten. Zijn te voet naar hier moeten komen. Dat was toch de bedoeling. Maar veel mensen hebben de fiets meegenomen. Het gebeurt hier in de bocht. Wagen in de weg. Ja. En het is dan nog een wagen van David Amonotto. Vision of Piper aan het stuur. En hier Van Nuffel met Gonchar die naar boven komen. Op 2 minuten. Gonchar met Van Nuffel. Dus Van Nuffel, 5e. Meer volk hebben we daar nog niet voorbij zien komen. Garaté was 4e geworden. En hier is Savodelli ook al. Op 2:19. Ardila, Savodelli, Atienza. En daar nog een Belgische verzorger van Discovery Channel die er met een bidon stond voor Savodelli. Gedaan met het stofvreten. Nu de geasfalteerde afdaling naar beneden. Een bloedstollende bedoeling. De pillen dicht. Rugano, geen meesterafdaler. Nee, dat zie je hier al. En Simone en Di Luca die niet gaan wachten op de Venezolaan. En dat mislukte daar. Ja, natuurlijk aan die snelheid. En je weet het ook als renner niet altijd precies waar de verzorgers staan met een bidon. Dus dan is het van fracties van seconden dat je moet reageren. En u ziet kersvers asfalt en wat doet de valk? Ardila is jou voorbij gestoven en het gaat niet lang meer duren of de roze trui zal alleen in de achtervolging gaan, vermoeden we. Heeft die afdaling natuurlijk wel niet verkend. In hoeverre speelt dan dat nu parten en zijn hele smalle wegen. En als je één risicootje te veel neemt, ja, dan kan er van alles gebeuren. Maar kijk, je behoudt goed zicht in die afdaling. Ik denk niet dat het zo'n technische afdaling is. Als die keer naar Zoldo Alto. 2:23. Dus Savodelli zijn roze trui met 14 seconden kwijt. Bonificaties niet meegerekend. Ik geef je de passage op de top van de Finestre. Di Luca kwam er als eerste boven voor Simoni. Rugano was 3e. Valjavec 4e. Karate 5e. Concha 6e. Wim Van Nuffel zagen we in beeld. Was dus 7e op de top van de Finestre. Savodelli 8e. Atienza 9e, Ardila 10e en Savodelli volgde dus boven op 2 minuten en 23 en het verschil blijft voorlopig. Ja. Ja. En dat geeft in het virtuele klassement Simoni dus met 14 seconden voorsprong op Savodelli. Bonificaties niet meegerekend. De afgrond gaat, hè. Ardila hangt er nog altijd netjes aan. We kunnen de taalkunsten van de valk bewonderen. Is Falco. Ja, het is zoals het nu eruit ziet geen afdaling om echt veel tijd goed te maken. Nee, maar kijk hier. Het is zelfs tijd en mogelijkheid om met de wagen nog bevoorrading te doen. Valjavec en Garaté zijn bij elkaar gekomen en volgen nu op 1 minuut en 21 seconden van onze drie koplopers. En de vraag is ook, ja,
Dit zal Savoldelli niet veel tijd kosten, vermoeden we. Alhoewel Atienza daar toch even voet aan de grond moest zetten of uit zijn klikpedaal schoot. Maar wat gaat er gebeuren met dat duwmanoeuvre? Gaat de jury dat hard maken? Ja, het probleem is dat die Luca tweede en terug ook 10 seconden straftijd heeft gekregen daarvoor voor hetzelfde euvel als nu. Ja, anders stond hij nog derde nu. Daar zit het. Kan hem zijn podium kosten. En dat kan natuurlijk voor heel wat kritiek teweeg brengen als straks. Neem aan dat dat neem je in het slechtste geval voor Simoni dan dat je hier met, vanavond met 8 seconden achter staat. Savoldelli wordt op 2.16 gemeld, dan heeft hij 7 seconden goed gemaakt in dat eerste gedeelte van die afdaling. Van Uffel en Gonchar heeft Savoldelli bijna te pakken, want ze worden op 2.08 gemeld. Daar ziet hij ze rijden, rechts in beeld. Savoldelli heeft nu een mikpunt met Van Uffel en Gonchar. Ardila. Die zal ze overnemen nu. Dat zijn allemaal kleine beetjes die Savoldelli zeer zal appreciëren. En je zag waarom de Davide Molotto de auto daar in de bocht stond. Het was om Ardila nog even te bevoorraden. Maar ik denk dat ze ook moesten stoppen omdat er niet meer genoeg afstand zat tussen Van Uffel en Co. Nee, en... ik denk het niet. Ik denk dat ze ook konden wachten tot boven de top om daar te stoppen. Ze waren toch maar 200 meter van de top niet meer. Maar je zag dat ze daar stonden met een bidon. Maar het was een slechte plek. Hier komt Savoldelli dus bij Gonchar en Van Uffel. En ook Savoldelli even een praatje slaan met Van Uffel nu. Tja. Terug bij de kop. Het nieuwe asfalt zijn we voorbij ondertussen. Simoni aan de leiding voor Lugano en Di Luca. Ja, ook die mannen gaan nu echt alle risico's van de wereld nemen. Ook Van Uffel in de afdaling nu. Ruggensteuntje voor Savoldelli, al is dat relatief natuurlijk bergaf. 20 kilometer tot de aankomst. 20 kilometer waarvan we er nog 10 hebben van de slotklim. Maar een aanloop die bestaat uit vals plat. Ardila die Savoldelli vooruit duwt. Het is genoeg geweest. Nou, Savoldelli die natuurlijk proberen is om iedereen zo rond zich te scharen. En het verschil tussen deze drie koplopers en het groepje Savoldelli is teruggelopen tot 2 minuten en 5 seconden. Druk overleg daar zagen we bij Savoldelli en Van Uffel. En Ardila die dan een tikje tegen het achterwerk van de roze trui gaf. Ja, maar dat is normaal iets. Dat gebeurt net voor een bocht. Ardila voelde dat hij niet meer Savoldelli kon passeren. En met veiligheidsoverwegingen gaf je hem gewoon een duwtje. Daar moet je echt niks achter zoeken nu. Maar ik denk dat het toch heel verstandig zou zijn van Savoldelli om die mannen bij zich te houden. Voor straks op die 7-8 kilometer. Licht hellende stukken het vals plat in feite naar de voet van Sestriere. Ja. Hij zal er echt alle steun kunnen gebruiken hoor. Met deze situatie is Savoldelli zijn roze trui nog altijd kwijt. Want zelfs als Simoni maar derde wordt op Sestriere, strijkt hij nog altijd 8 bonificatieseconden op. En dan komt hij alsnog in het roze met een handvol seconden. Ja. Het zal spannend blijven tot de finish. Simoni kent de afdaling. Hij bepaalt het traject. Di Luca al de hele tijd in derde positie. We zijn Atienza kwijt. Dus Savoldelli. Of niet, net daar in het gezelschap van twee Davita Molottos en Gonchar. Ja, Gonchar bedoel ik. Twee minuten en 3. Seconde per seconde pikt Savoldelli terug. Maar het zijn niet de happen die Savoldelli gisteren won in de afdaling van de tijdrit. Het is ook niet zo'n afdaling. Het is ook niet die technische afdaling
Natuurlijk als je, zoals nu, in al twee bochten op een 400-500 meter. En de klim die we straks krijgen is een autosnelweg. Een autosnelweg, niet alleen een autosnelweg, maar ook niks in vergelijking met wat we hebben gehad. Het is constant klimmen aan 4-5%, de lopers zoals ze zeggen in dit wielerjargon. Oef, oppassen in die bocht. Adila die daar even langs Savodelli kwam. Gonçar op veilige afstand. Nou, Gonçar die toch alles helemaal moet bijzetten hoor, om te kunnen volgen in die afdaling. Nog eens kijken daar. Ja, Ardila die even langs de binnenkant wou, maar Savodelli bepaalt het traject. Ja, dat is niet verstandig van Ardila. En hier Rugani nog eens. Di Luca in het wiel van de Venezolaan. Wat een ontknoping. Nog eens kijken. En dus alle favorieten zijn zonder lekke banden over het gevreesde Sterrato geraakt. Dus van polemieke op dat vlak mag er alvast geen sprake zijn. Ja. In 76 reed het Giro peloton de Passo del Mangue over. Was nu 17 kilometer onverhard bergop en 19 kilometer onverhard bergaf. Was nog wat anders. 2 minuten en 3 seconden blijft het verschil. Maar dat hoeft niet meer hoor. In deze tijd, zoals we nu zijn, onverharde afdalingen, dat is toch wel een beetje van het goede te veel, denk ik. Ook de Blockhaus, de Bordone, de Pondone waren klimmen die vroeger onverhard waren. Nou ja, en onverhard, dat was de regel in de tijden van Coppi, Bartali, Binda, Girardengo en ook de eerste winnaar, Ganna. Gianna leed de hele tijd over onverharde wegen. Veel asfalt was er toen nog niet in 1900 toen, mee. Wisten ze ook van die veel beter rijden had. Die tijd is al lang achter de rug. Bijna 100 jaar geleden. Ja, dus. We zijn in de 21ste eeuw nu. En niet denk ik dat ze bijna beneden zijn. Dus nu. Voilà, hier is onmiddellijk ruimte om met de wagen langs te rijden. We zijn al in de laatste 20 kilometer. Hoe zit dat dan met die bevoorradingsregel? Normaal gezien niet meer. De laatste 20 kilometer mag niet meer. Maar natuurlijk kan van de commissaris uit een uitzondering gemaakt worden. En dat wordt dan via de radio, de boordradio, medegedeeld aan de sportdirecteurs. En ook zo, wat kunnen ze krijgen? Ze kunnen 50 Zwitserse frank of misschien wel 100 Zwitserse frank boete krijgen om ongeoorloofde bevoorrading. Maar dat blijft het altijd. Normaal gezien niet in zo'n dingen. Er wordt over geld gesproken, straftijden worden er niet meer uitgedeeld. En wat maakt het hen uit als ze nu 50 of 100 Zwitserse frank boete krijgen? Als ze dorst hebben, dan moeten ze drinken, dat deed ik ook en dat deed iedereen, iedereen wel. Wat problemen bij die Luca? Ja, misschien ligt de kramp. Dus minder dan 5 kilometer tot de voet van de slotklim naar Sestriere. Met onze drie koplopers uit Savodelli nog altijd in de afdaling. Ja, die Luca zit daar nu heel vreemd op zijn fiets. Kramp, heeft kramp in zijn bovenbeen. Hoi, hoi, hoi. Gewoon met kramp na die afdaling moeten lossen. Stel je voor. En hij ziet ze wegrijden. Ziet er zo naar uit hoor. Meter, ja, heeft kramp. Heeft moet kramp. Zich stretchen. Ja, in de quadriceps, net boven de knie. Lijkt wel voetbal. Zit hij met kramp. Verlengingen van de Champions League finale. En die Luca heeft kramp. En dat is allemaal door de warmte. Te weinig drinken. Vermoeidheid dat hij dat doet. Als je op die manier je podiumplek in de Ronde van Italië moet verspelen. En een mogelijke ritzegen misschien. Dan kan je daarvan nog herstellen. Dat wordt moeilijk, denk ik. Di Luca, die natuurlijk in de klim heel veel kopwerk verricht heeft op de Colle delle Finestre. Ja, natuurlijk, maar de anderen hebben het ook moeten doen. Het is soms gewoon een kwestie van te weinig te drinken of de warmte. Veel tijd om te recupereren is hier niet. Hè. Je merkt onmiddellijk dat we vooral vals plat gaan krijgen in de aanloop naar Sestriere. En ja, dat is slecht nieuws, maar wat hier nu gebeurt is goed nieuws voor Savodelli. Ja, ook Wim die drinken moet hebben, denk ik. Als hij de Giro wint, dan mag hij op bedevaart naar Lourdes. Maar we gaan hier natuurlijk nog wel lichtjes bergaf op deze strook. Ja. Dan zit dat toch goed beschut, de roze trein.
De situatie, drie koplopers, Simoni, Rugano, Di Luca. Di Luca, waarvan het de vraag is of hij dat ook nog onder valpartij, dachten we. Maar hij houdt zich ternauwernood overeind bij het inhaalmanoeuvre van de volgwagen van Davita Monlotto. Bijna een rijmotor tegen de vlakte. Ja. Wat gebeurt hier allemaal? Dus nog twee koplopers, Simoni en Rugano, die Luca moeten lossen met krampen. We zien dat hier nog eens. En hij wordt daar bijna van de sokken gereden, die rijmotor. Was dat Frison die naar voren schoot? Ja, het is... Of van Herman. Dus de achterstand van Savoldelli is teruggelopen tot 1:50. Dat is nog altijd niet genoeg. Nee, je moet rekenen, hier zijn ze nu maar met twee meer hoor. Het is dat wat ik net aanhaf. Hoeveel steun krijgt, wie krijgt hoeveel steun in dienst tussen, in het tussenstuk? Die hier zijn ze met twee. Op één been, kijk een perle daar. Volgt op 11 seconden van Simoni en Rugano. Kan hij nog terugkeren? Ja, is blijkbaar over de kramp heen. Ja. Liquigas ploegauto stelt zich langs de kant van de weg nog iets toeropen en... Oei, oei, oei. De wagen is nog intact. En de motor blijft gelukkig rechtop. Ja. Het zou nu zelfs verstandig zijn van Simoni om, als jij zou weten dat die Luca opnieuw hersteld is van die kramp, gewoon even de benen stilhouden, want ik denk dat die Luca opnieuw in staat is om mee op kop te rijden, maar alleen zal hij het niet kunnen klaren om terug naar Simoni toe te rijden. En Simoni kan echt iedere steun, elke steun gebruiken voor nu. Matienza wordt nu al op 3:05 gemeld. Dat betekent dat hij nog 1:15 achter het groepje Savoldelli rijdt. En vergeet ook niet, Foljavec en Garate zitten daar nog tussen die twee dat we hier in beeld hebben en de roze trui. Op een goede 20, 25 seconden, als Savoldelli straks nog bij de mannen kan komen, zal hij ook van die twee nog steun krijgen. Ja. En dat kan de voorsprong alleen nog maar slinken wat Simoni dan betreft. Dus u zag het virtuele klassement weer even in beeld. 19 seconden dan nog opnieuw voorsprong voor Savoldelli. Bonificaties, je kon er niet meegerekend, dan is Simoni nu nog, als hij de rit wint, met een secondje in het roze. Kan zo meteen allemaal bergop beslist worden. Kan Simoni opnieuw uitlopen? Het is nodig als hij de Giro wil winnen. En wat doet Rugano? Rugano die in de klim zich opvallend afzijdig hield. Heeft de Venezolaan nog reserves om hier met een verschrikkelijk nummer uit te pakken op de flanken van Sestriere? Wie weet? Wie weet, ja, dat zullen we straks zien. En hier opnieuw een heel soepel tred. Pedalerende Di Luca. Maakt zich daar boos op de wagen net. Ik denk dat hij gevraagd had om... Hier nemen ze Valjavec en Karate terug. Ja, dus we krijgen 6 achtervolgers. Valjavec, Karate, Savoldelli, Van Uffel, Ardila en Gonchar. 6 achtervolgers op 2 koplopers. Simoni en Rugano. En Di Luca op een paar meter van het kopduo. En de vraag is nu of zij ook vol zullen meewerken, net zoals Wim van Uffel en Ardila toen zijn. Di Luca vocht op 9 seconden van Simoni en Rugano. Het zou verstandig zijn van Simoni, als hij hier de Giro wil winnen, dan moet hij nu echt wachten op Di Luca. Echt, hij moet wachten, er niks aan te doen. Iedere steun kan hij gebruiken, want Di Luca was ook al de sterkste op de klim daarnet. Hij sloeg, als hij op kop kwam, direct een kloof meer van 30, 35 seconden. En het zou heel onverstandig zijn als Simoni niet zou wachten, als hij op de hoogte is natuurlijk van wat zich af te spelen met Di Luca. Dat moet wel. Als dat niet zo is in deze moderne communicatietijden, dan weet ik het ook niet meer. En de man die achter de stuur zit bij Lampre-Cafita, Martinelli, is een man van vele oorlogen. Hij heeft de jongste jaren een pak Ronde van Italië gewonnen met diverse renners, met Pantani, met Garzelli, met Simoni. Ja, en je ziet ook Gonchar die nu inschuift, ook Garate die inschuift. Dus ja, hoeveel gaat er nog overschieten aan het begin van de slotklim? Rugano en Simoni in een koppeltijdrit. Ze kunnen hier gemakkelijk nog 30, 40 seconden verliezen op de groep Savoldelli, Simoni hier. Ja, Simoni heeft daar nu 4 man, Savoldelli heeft daar nu 4 man voor zich. Het is voor iedereen belangrijk, het is ook voor Gonchar belangrijk, ook voor Karate belangrijk. Zij rijden ook voor hun wedstrijd, hun koers, hun klassement. Bondgenoten. En ook die mannen weten ook hoe Sestriere eruit ziet. Die klim is ook voor een Garate en ook zeker voor een Gonchar in het voordeel. Dan kan de situatie misschien al helemaal kantelen. Ja, dat is
altijd zoals een stuk tussenin hebt waar je in het dal moet rijden, dan moet je bondgenoten zoeken. En spijtig genoeg heeft Simoni enkel Rugano in dienst. De dubbele Giro-winnaar Gilberto Simoni. Eindzegen op zak gestoken in 2001 en 2003. Wordt het oneven jaar 2005 weer het zijne. Het kan, maar dan moet hij nu een fantastische slotklim rijden. Nog 10 kilometer. We gaan eraan beginnen. Pragelato. Daar begint de klim naar Sestriere. 1.40. Het verschil tussen Savodelli en Simoni. En zag je Savodelli echt... En een boze Di Luca. Ja. En Savodelli was bezig tegen Valjavec om toch ook mee te rijden. Nog eens. Hij vraagt ook de Volkswagen nog eens. En daar is dan, wie zit daar achter het stuur? Yates of Lapage, niet te zien op dat beeld. En de klok loopt mee. We gaan zien wat het verschil is bij het begin van de slotklim. Yates achter het stuur. Ja, zo Yates, ja. En nu, iets heel anders dan de Finestre natuurlijk. Verschrikkelijk brede wegen naar skioord Sestriere, waar in februari volgend jaar de Olympische Winterspelen worden gehouden. Er is een soort bouwwerf op dit moment om alles tijdig klaar te krijgen. Daar hangt het spandoek. Daarnet was het 1.40. Van Uffel, Gonçar, Garate, Valjavec, Savodelli en Ardila. Nu komen ze voorbij aan het spandoek, de slotklim op 1.37. 1.37. En de twee koplopers bevinden zich al op 9 kilometer van Sestriere, van de streep. Van Uffel kan natuurlijk ook nog wat plaatsen winnen in het klassement. Koenego kan hij ook voorbij steken. Hoort allemaal tot de mogelijkheden. Hoeveel plekken zie jij nog winnen als hij kan standhouden op de slotklim, Van Uffel? Ja, hij kan toch nog een mannetje of twee, misschien wel drie opschuiven nog. Zoals het er nu eruit ziet, kan hij misschien... Dus in het 11-12 worden. In het virtuele klassement nog 33 seconden voorsprong voor Savodelli. Minder bonificaties, dan moet Gibo 13 seconden uitlopen. Di Luca volgt op 18 seconden. 18 seconden. Ja. De vraag is natuurlijk, heb je nog iets aan iemand die krampen gehad heeft dan op dit gedeelte van het parcours zo diep in de finale? Ja, het kan allemaal. Het is door de inspanningen natuurlijk dat je wat kramp krijgt. Door misschien te weinig te drinken, maar het kan ook gewoon zijn door een verkeerd manoeuvre die je hebt gedaan. Je weet het niet. Het kan allerlei redenen hebben natuurlijk. Maar zoals je ziet, Di Luca is toch volgens mij volledig hersteld van die krampen. En je weet toch nooit. Ja, voor Di Luca komt het er natuurlijk op aan om terug voorin post te vatten, om mogelijk nog op het podium te springen. Dat is misschien ook een belangrijke factor geweest. Rugano zit hier bij Simoni, heeft er natuurlijk geen enkel belang bij dat Di Luca terugkeert. Want het verschil tussen Rugano en Di Luca in de stand, 8 seconden. 8 seconden, dat als Di Luca de rit wint en Rugano wordt derde, dan wipt hij automatisch over de Rugano natuurlijk. En nu, wat gaat er op de slotklim nog gebeuren? 1.34, het verschil tussen Simoni en het groepje Savodelli. 1.34, dan kan Simoni op dit moment nog 1.54 goed maken. En dan volgt in het klassement op 2.09. Het zal een secondenspel worden hoor. Rugano bepaalt het tempo. Di Luca volgt op 16 seconden van dit duo. 2 secondjes dichter geslopen. En je ziet ze rijden buitenplaats, zoals ik al zei, het is een lopen van een klim. 3, 4, 5% constant, alleen een goede 5 kilometer van de top zitten we met een steile stuk van een goede 8 à 9%, maar al de rest is klimmen tegen 4, 5%. Acht jij Simoni nu in staat om hier weer tijd te pakken op het groepje Savodelli? Ja, dat zou best kunnen natuurlijk.
Het is natuurlijk een klim die veel beter op maat is gesneden van het Savodelli. Di Luca, komt hij er nog bij? Maar Savodelli heeft de meeste tijd verloren toen Di Luca achter kop ging gaan rijden. Dus de vraag is, hoe is Simoni nog als hij zelf het tempo dan moet bepalen? Want Simoni begon het tempo te bepalen en Savodelli begon opnieuw te naderen. Dus. Rugano vroeg om over te nemen, dat heeft Simoni ondertussen gedaan. Na ruim 5,5 uur koers. En het verschil zakt 1 minuut en 27 seconden nog voor dit duo op het groepje Savodelli. 1,27. Tussendoor snel de uitslag uit de Ronde van Beieren meegeven. Dat was een tijdrit vandaag gewonnen door de Duitser Jens Vogt. En de nieuwe leider in de Ronde van Beieren die morgen eindigt is Michael Rich, man uit de Gerolsteiner ploeg. Nog 7 kilometer voor ons koplopersduo. 7 kilometer. Di Luca op een handvol seconden. Wat een meeslepende etappe. Oorlog van in de eerste kilometers van de Finestre. En het blijft oorlogen. Wat heeft Simoni nu nog in de reservetank? Er kan van alles gebeuren, maar ook niks, zei hij voor de etappe. Wel, we kunnen u vertellen, er is van alles gebeurd. Ja, er is echt van alles gebeurd. Basso niet in een stuk voorgekomen vandaag. Door onmiddellijk afgemoeten op de eerste zware stukken van de Finestre. We hebben Basso nooit aan het werk gezien op het Sterato gedeelte. Rugano neemt over. Heeft de Venezolaan nog een verschroeiende versnelling in petto. De Giro wordt met seconden gespeeld. In een etappe bergop. Nu nog altijd. Voorsprong van Rugano en Simoni op deze Di Luca groeit. Di Luca nu op 24, 25 seconden onder dat spandoek voorbij gekomen. Ja, voelt ook zijn podiumplaats wegglippen nu natuurlijk. De grimas bij Simoni. Ja. 1,28. Dan is het verschil nu constant gebleven. De net 1,27, nu 1,28 meldt Radio Corsa. We zijn weer aan het klimmen. Gaat Simoni het doen? Dat is de vraag. Natuurlijk is het Savodelli nu in een hele riante positie. Kan dat in het wiel zitten? En ik vrees ervoor dat Savodelli straks in de laatste 2 kilometer nog verschroeiend gat zal proberen uitnemen, uitpakken en echt alles op alles staat in de laatste 2 kilometer. Ja. Want het zal andere seconden gaan hoor. Ja, stel nu dat we hier straks Savodelli of Simoni in het roze zien staan met 5 seconden voorsprong. Dan hebben we morgen nog een ongelooflijk spannende Intergiro. En ja, de slotsprint is voor Petacchi, maar bij die Intergiro kan er van alles gebeuren. Dat is zo, ja. Als ze vragen aan Zanini en Kroos en Bettini om niet mee te sprinten, dan kunnen we inderdaad in de klassementsrenners in de Intergiro spelen aan het werk zien. Di Luca met een grimas. Van lachen geen sprake. Simoni met een geconcentreerde blik. Ook bij hem geen lach meer hoor nu. Rugano. 1,24 wordt dat nu gemeld. 1,24. Dan is het verschil weer kleiner geworden. Ja, het zal een jojo-spalletje blijven, denk ik, nu tot aan de finish. Eens een paar seconden meer, eens een paar seconden minder. Alles komt er nu op aan waar ze de tijd hebben genomen. Op een vlakke stuk, op een steile stuk. Wie zich waar bevindt. Ja, en Savodelli zit dan nog altijd in een zetel. Nou, in een zetel zou ik niet durven zeggen, maar toch een riantere positie dan Simoni. Want Simoni moet hier eigenlijk het werk nu volledig alleen doen. Koenigo, dat is de man die hij ontbreekt. Die hij tekort komt. En Wim van Uffel toch opnieuw een hele knappe wedstrijd aan het rijden. Kan nog altijd derde worden in deze etappe. Dan moeten ze wel nog over Di Luca natuurlijk. Maar alles is mogelijk natuurlijk. Di Luca rijdt ook alleen. En als die ook berenwerk kan verzetten hoor. Ja, Di Luca die natuurlijk ook Simoni een handje geholpen heeft, als we dat mogen zeggen, op de Finestre.
Nou, ik zou niet durven spreken van een handje helpen. Ik denk dat het een toch eigen kans eerder in eigen belang was op dat moment, hoor. Om Rugano eraf te krijgen. Maar je kan natuurlijk eindeloos speculeren. Hè. Nu tellen alleen nog de tijden. Nog 5 kilometer. De speculaties en de veronderstellingen, dat is voor achteraf. 5 kilometer. 5 kilometer. En we gaan het weten. Di Luca gaat er niet meer bij komen. Die indruk geeft hij toch. Ook al draait hij daar nu fantastisch soepel rond. Na die krampen. Hij ziet ze op dit moment niet rijden. Danilo Di Luca. Het spandoek van de 5 kilometer hangt daar. Dus ook op het steilste stuk van de klim nu. We hebben een paar haarspelbochten, een stuk of 4-5 na elkaar. Maar in vergelijking met daarnet is het... Rugano vraagt Simoni, neem nog eens over, man. Maar de tank is leeg bij Gibault. Rugano, favoriet voor mij om deze etappe te winnen. Het is een grote, mooie Giro. En un gran bel Giro, absoluut. De spannendste ronde van Italië in jaren. Ja, Attila op kop in het groepje Savodelli. Ik denk ook niet dat Simoni zich een tweede maal zal laten ringelen door die Rugano in de sprint. Ja. Ik denk dat hij iets verstandiger zal sprinten als op Limone Piemonte, waar hij derde werd. Het gaat om de, niet alleen om de ritoverwinning, maar ook om de eindoverwinning voor Simoni. 33 seconden de achterstand van Danilo Di Luca op Rugano en Simoni. En Rugano swingend. En Simoni heeft de problemen. 1,27 is het verschil. Simoni lost meter per meter bij Rugano. José Rugano, de Venezolaanse vlieg. En is dit het teken van de overgave bij Gilberto Simoni? Even dat busje water volledig leeggieten. Gaat hij er terug naartoe rijden? Moeilijk moment voor Gilberto Simoni. Ja, we zijn recht op het steilste stuk van de klim nu, hoor. Het is... Het verrast mij steeds dat die mannen nog altijd buitenplaat rijden in feite op dit stuk van de klim, want het is... Hier gebeurt het. Rugano rijdt er van weg, van de tweevoudige Giro-winnaar, op weg naar de grootste overwinning in zijn carrière. Voor Simoni wordt het pikkelhard. Rugano gaat de etappe winnen, denk je dan. Maar kijk, 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 kijk. Simoni op karakter, geeft nooit af. We hebben hem al vaak zien terugkeren in beklimmingen tijdens deze Giro. Ja, nog, denk nog 4 kilometer te gaan. Dat wordt heel spannend. 52 seconden tellen is het verschil. 51 seconden tussen die twee. Dan wordt het nu toch wel heel spannend. José Rugano, de Venezolano uit Santa Cruz de Mora, woont in Italië in San Miniato bij Siena. Met zijn vriendin heeft hij daar een tweewoons die hij deelt met ploegmaat Scarselli. Hier Savodelli. Ook heel de tanden bijtend. 49 kilogram weegt deze man. Minder dan 4 kilometer van de streep, meldt Radio Corsa. En Simoni ligt er nu definitief af. 8 seconden de achterstand van Gibault op Rugano. Rugano gaat de mythische etappe over de Finestre winnen. 8 seconden, als hij 10 seconden per kilometer pakt, dan wint hij niet alleen de rit, maar waarschijnlijk ook de roze trui. 10 seconden per kilometer is 40 seconden, heeft er nu al 8, dus 48 seconden plus de bonificatie, dan wipt hij over Simoni. Maar kan dat in die slotkilometers? Zijn ze zwaar genoeg? Zijn ze lastig genoeg? Rugano in het klassement dus 51 seconden achter Simoni en 3 minuten na Savodelli. Hij heeft er en 40 seconden nodig om de Giro te winnen. 2,41 eigenlijk. Ja. Ongelooflijk. Di Luca volgt al op 55 seconden van Rugano. En dan wachten we in spanning op het verschil met Savodelli. Aan het 4 kilometer punt. Simoni heeft er alles aan gedaan. Hij heeft geprobeerd tot hij erbij neerviel. Want er is één klimmer beter. Bergkeizer José Rugano. Daar het verschil. Met Lampre weten ze het nu ook. In principe geen Giro-winst dit jaar. Ho, 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 zo ver zijn we nog niet, hoor, Naap. Savodelli op 1,35 van Rugano. 1,35. En dan is het verschil tussen Simoni en Savodelli 1,27. Ja. Dat blijft, ja. Stabiel.
1,27 plus 12, 1,39. Dan heeft hij nog 30 seconden achterstand, Simoni. Ja. Hij moet een half minuutje kunnen uitlopen. Nou, dat kan het niet meer, denk ik. Anders zou hij nu Rugano volgen. Jawadde. Wat een ontknoping. Savoldelli en Co naderen op Di Luca. Ze hebben Di Luca in het vizier nu. Adila van Uffel nog altijd bij Savoldelli. En Rugano, wat een pedaaltred. Hij gaat de etappe winnen. En André Meegang gaat de pronostiek winnen. Hij heeft hem op 1 staan vandaag. Een heel spannende dag overigens voor Magarius. Want hij staat ook derde in het algemeen klassement. En hoopt op de eindzege. Kan hij nog beste baal geworden in de Giro. Dat is hij sowieso al. Simoni. En nu Savoldelli die zelf het initiatief genomen heeft. Man tegen man nu. Zal ook moeten hoor nu. Man tegen man. Zal instructies gekregen hebben van de wagen om... In de slotkilometers van de laatste bergrit met aankomst bergop op Sestriere. 190 kilometer afzien bij de beesten. Het is 3500 kilometer afzien bij de beesten. Geen goed teken. Savoldelli nam het binnenblad plotseling. Hola. En, hola. Je ziet hier nog steeds Simoni op het buitenblad rijden. Het kan nog alle kanten uit. Rugano de rit, Gilberto de Giro, Savoldelli tweede. Ik durf er geen geld op zetten. En kijk, in elk geval, hij kan het kopwerk in zijn eigen groepje niet aan. Wat ik net zei, hij moest op een drietal kilometer van de finish alles of niks spelen. Zat ook op kop, dus ik dacht hij gaat het doen, maar moest blijkbaar heel vlug terug in het wiel van Wim van Uffel. Dus dat is toch niet zo'n goed teken hoor. Daar het verschil. Simoni in een ultieme gooi naar de roze trui. Garate, Gonchar, dat zijn dode gewichten aan het been voor Savoldelli. Fenomenaal spannend slot is dit. En kijk naar dat tempo van Wim van Uffel. Rugano. Hij gaat op het podium eindigen in deze Giro. Dat is zowat het enige waarvan we nu zeker zijn. Plus dat hij Bert Koning is, daar zijn we ook zeker van inderdaad. Ja. En dat hij de rit gaat winnen. Daar de kloof. Jongens, jongens. Simoni. Ziet hem nog altijd rijden. Rugano mag geen moment verzwakken of Djibo keert zo terug. Hebben we al vaker gezien. Nog 2 kilometer. 2 kilometer. De laatste kilometer is wat makkelijker. Hè? Ja. Heb je zelfs een strookje bergaf in? Ja, een heel klein stukje strookje bergaf. En dan de laatste 500 meter is praktisch vlak. Dus? Niet in het voordeel van Rugano natuurlijk. En ook niet in het voordeel van deze Simoni. Nee. In verhouding tot Savoldelli dan. We zien de chrono in beeld meelopen. En de achterstand bij het ingaan van de laatste 2 kilometer, 22 seconden voor Simoni. Hij gaat het niet redden voor de rit. Mogen we ook opschrijven dus. Savoldelli. Klok loopt mee. We gaan het weten. We gaan al eerste voorteken zien aan het 2 kilometer punt. Maar nooit te vroeg conclusies trekken in deze Giro die elke dag weer voor verrassingen heeft gezorgd. Een fenomenale grote ronde. Spanning op het gezicht bij de verzorger van Celle Italia. Gaan ze hier een derde grote bergetappe winnen? Jawel, dat mag niet meer mislukken. Savoldelli gaat tijdens een tweede ronde van Italië winnen. Dat moet lukken, dat kan lukken. Van Uffel weer op weg naar een fantastische klassering in een fenomenale bergetappe in een onvergetelijke ronde van Italië. Zijn ze nu al aan dat 2 kilometer punt? Nog altijd niet. 1400 meter voor Rugano nog. Hij bezig aan de voorlaatste kilometer. Savoldelli moet overnemen van Van Uffel. Garate en Gonchar. Nog altijd niet aan het 2 kilometer punt. Ze zijn daar al... Hoe lang geleden voorbij gekomen? Een minuut en 37. Op den duur gaat Rugano hier nog de Giro winnen. Daar hangt het bord. Verdorie, verdorie, het wordt spannend. Di Luca op 1,25 voorbijgekomen aan het 2 kilometer punt. En hier nu Savoldelli op 1,53. Ja, ja.
1.53. Op Lugano natuurlijk. Ja, en hij heeft nog een klimkilometer. En als hij die progressie kan voortzetten, dan gaat hij de Giro winnen. Ja, het probleem is dat het natuurlijk iets vlakker wordt als ze dat net aanhaven. Het is iets vlakker, dat is het probleem. Hij moet nog altijd een kloof van 1.12 overbruggen. Ja, dat maar kijk, veel. Kijk, hij begint nu aan de slotkilometer en de anderen zijn net aan de 2 kilometer voorbij gekomen. Hij heeft een fantastische voorlaatste kilometer gereden. Maar nu, hè, nu klimt het minder straks. En dat is in zijn nadeel. Ongelooflijk, ongelooflijk, ongelooflijk. Simoni bij het ingaan van de slotkilometer niet te zien. Uit beeld. Haley zoekt secondenlang. Daar komt hij. Oei, oei, oei. Dus 2.41 moet Rogano bijeen fietsen. Het wordt moeilijk. Het wordt heel, heel erg moeilijk. Nog 800 meter voor José Rogano. Hij gaat de etappe winnen. En hij gaat zeker op het podium eindigen. Maar waar? Hij is nu op 700 meter van de streep. Savoldelli moet het doen. Hij heeft veel tijd verspeeld in die derde, op twee na laatste kilometer. Rogano met een fantastische rush naar etappewinst op Sestriere. En nu Garate die gaat helpen. Dat zal het verschil maken hoor. Rogano. Hij gaat 20 seconden pakken tegenover Simoni. Zeker 8 seconden bonificatie meer. Ja, we gaan het allemaal op een rijtje moeten zetten. Rogano vlak bij de streep. José Humberto Rogano Guillén. Al wat hij verdient stuurt hij naar huis, naar Venezuela. Hij heeft 3 broers, komt uit een bijzonder arm gezin. Hij gaat hier de eerste Giro-rit uit zijn carrière winnen. En wat voor een, de mythische etappe over de Colle delle Finestre. Na bijna 6 uur koers is deze kleine Venezolaan van 1,62 meter, 49 kilogram licht, de allerbeste, de grootste klimmer in deze Ronde van Italië. Hij gaat de etappe winnen en een fantastische zaak doen in het klassement. Hoeveel tijd pakt hij? Spanning, sensatie. Rijd toch voor elke seconde, joh. Het kan nog. Je weet maar nooit. Hij wint de etappe. Hij wint de etappe. José Rogano, wat een prestatie. Simoni. Savoldelli is op 2 minuten gemeld. Hij mag geen 20 seconden meer verliezen of de Giro is voor Rogano. Simoni gaat bijna een halve minuut verspelen. Maar we moeten ook kijken naar het verschil tussen Simoni en Rogano. 26 seconden. Dan blijft Rogano in het klassement voor Simoni. Dat sowieso. Het verschil was 51 en Simoni pakt 8 seconden meer. Dus Simoni blijft in het klassement voor Rogano. Ja. We moeten kijken naar het verschil nu tussen Simoni en Savoldelli. En hier heeft hij nu toch, nu krijgt hij de steun. Waar hij lang naar vroeg, denk ik, nu van Gonçalves, daarna van Garate. En dat zal hem waarschijnlijk in die roze trui houden. Di Luca gaat derde worden. Di Luca gaat derde worden, op iets meer dan een minuut. De Gems van de Abruzzen. Savoldelli moet binnen zijn op 2-0. 2 minuten rond na Simoni. En dan gaan ze zich moeten reppen. Verdorie. Dit is Ardila. Ja, gelost uit de kopgroep. In godsnaam, zoek waar Savoldelli zit, regisseur. Hier komt Di Luca. Maar ze reden daar niet ver meer achter, daarnet. Maar kijk, nog om de bocht en nog altijd niks te zien. Daar zijn ze. Ja. Het gaat bijzonder nipt worden. Di Luca wordt derde op een minuut en anderhalve minuut. De bonificaties zijn weg. Dus gaat Savoldelli de Giro winnen, want ze zijn vlak bij de streep. Hier komt Garate, vierde. Van Uffel op vijfde. Dan Gonča 6, Valjevic 7 en Savoldelli 8. Op anderhalve minuut van Gilberto Simoni. Anderhalve minuut. Dat gooit hem op 32 seconden. Ja, heeft hij over. 32 seconden. 32 seconden houdt Savoldelli over. Een half minuutje. Met een half minuutje gaat Savoldelli de Ronde van Italië winnen. 30 seconden officieus volgens de wedstrijdcomputer. Na verrekening van de bonificaties zou het 28 zijn. Zelfs.
wachten op bevestiging daarvan. Goed, dan is één ding zeker. Morgen in Milaan kan er niks meer gebeuren. Voor 26 seconden te verdienen. Hier zien we de aankomst van Ardila op 2.39. De vreugde in het kamp van Discovery Channel, Barry Flor. Paolo Savodelli wint de Giro d'Italia met 28 seconden voorsprong. Alsjeblieft. En wat gaat Lampre doen na het bekijken van de televisiebeelden? Tja. Voer voor discussie. Maar dat is er altijd en dat maakt de koers mooi. Dus in de rituitslag Rugano, winnaar, 26 seconden voor Simoni. Di Luca derde op 1.37. Karate vierde op 1.53. Van Uffel vijfde op 1.55. Dan Gonçar in dezelfde tijd zesde. Savodelli zevende, ook in dezelfde tijd. Valjavec achtste, ook op 1.55. En dan zien we Ardila op 9 op 2.38. Hier ziet u de top 8 netjes in beeld. Wat een ontknoping, wat een sensatie. En in het snel berekende algemene klassement, officieus dan, geven u de verschillen. Dan zien we Rugano op 3. Hij komt 45 seconden tekort voor de roze trui. Di Luca gaat vierde worden in Milaan op 2.42 van Savodelli. Garate vijfde op 3.11. Gonçar zesde op 4.22 volgens de eerste berekeningen. ...28 seconden het verschil tussen Savodelli en Simoni. Het gaat niet het kleinste verschil worden in de geschiedenis van de Giro. Het was ooit 11 seconden. Wat is dat, 28 seconden, na morgen in Milaan bijna 3500 kilometer fietsen? Ja. En Savodelli, hij mag veel kaarsen branden voor al die mannen die daar in die ontsnapping in dat groepje bij hem zaten. De wet van de koers. Aankomst krijgen we van Emanuele Sella. Op iets meer dan 5 minuten. Ja, Simoni. Had hij nu eens Rugano kunnen volgen? Ja, dat is... Hier de rit zeggen van José Rugano. Simoni in de rituitslag op 26 seconden van Rugano. Hij had gewoon 5 meter rapper moeten rijden dan deze Venezolaan en dan won hij de Giro. Ongelooflijk. Wat een prestatie van deze José Rugano. 10e profzege uit zijn carrière. Dit jaar al goed voor 4 overwinningen, maar overwinningen die in Europa weinig tot de verbeelding spreken. Eindwinst in de ronde van Tagira. Grote koers is dat in zijn thuisland Venezuela. Maar wie kent die koers hier bij ons? Hij heeft nog nooit een koers in Europa gewonnen, José Rugano. Tot nu toe winst in Colombia en Venezuela. We hebben nu telefonisch contact met Lorenzo Lapage, ploegleider bij Discovery Channel. Lorenzo, heel erg gefeliciteerd met jullie eindzegen. Savodelli wint de Giro. Jouw eerste reactie? Ja, natuurlijk voor ons. We zijn erin gekomen. Nog niet echt met grote verwachtingen. Omdat niemand wist of Savodelli op het niveau ging komen dat hij in een vorige carrière was in feite. Dus hij had 2 jaar bijna geen kussen meer gereden op hoog niveau. En dan vanaf de eerste week zagen we dat hij elke dag maar groeide en op een bepaald moment ja, komt hij in de leiderstrui. Natuurlijk, gisteren neemt hij dan een minuut terug, dan gaan we erin geloven natuurlijk. En vandaag wisten we dat het zeer moeilijk ging worden, maar Simoni de laatste week toch ook getoond is dat hij, als het echt stijl wordt, daarop zeer gevaarlijk is. En we hebben vandaag ook gezien dat Salvo wel zijn eigen wel echt supergoed kent en daarom is hij ook op de steile klim
niet gereageerd direct. En dat is zijn geluk geweest, denk ik. Ja, hij zei vooraf, 5 seconden zijn genoeg om deze Giro te winnen. Overschot van gelijk heeft hij. Het zijn er 28 geworden. Ja, het op dat moment staat er natuurlijk niet goed uit. Maar we wisten ook dat Tavodelli tot op het top een half minuut de tweede achter was. Dat betekent dat hij goed in de afdaling. Dat vindt hij in deze ronde, hebben we dat in de afdaling en dat we zelf zijn. Was er sprake van paniek of grote onrust op een bepaald bij jullie? We zagen Savoldelli druk gesticuleren en onrustig worden in de beklimming van de finestrein. Nee, dat was niemand op bepaalde plek. Dat was gewoon het probleem dat hij zonder drinken, dat hij zonder water zat. En hij zegt ook, ja, ik weet dat het lang is gekomen in de zon, in de vlakke zon gaan rijden. Dus ik moet zeker niet vergeten van goed te drinken. En dat was het probleem. Dus hij wilde zo vlug mogelijk de directeur bij hem hebben voor drinken te krijgen. Ja. Ik kan me voorstellen dat jullie ook een kaars gaan branden voor die mannen die bij Savoldelli reden. Dat is een niet te verwaarloze steun geweest in de klim en ook in het gedeelte tussen de Finestre en Sestriere. Ja, maar het is ook zo, als je op het einde van een grote ronde komt en het klassement is gemaakt, dat iedereen zijn eigen plaats gaat verdedigen. En als je dan ziet, wat dan zeker positief is, dat een jongen als Van Uffel, die hier toch niet tegen op een hoog niveau meedraait, elke dag maar. En die jongens rijden voor een klassement en automatisch gaat de leider daar ook niet op voor te tegen van. Ja, dat is een hele nuchtere analyse. Hoe gaan jullie dat nu vieren bij Discovery Channel? We hebben nu nog de plaats van 240 km naar Milaan, dus voordat we in het hotel zijn, zou het wel redelijk laat zijn. Maar ik denk wel dat we op de bus en deze avond toch, er gaat toch wel om van het geven en dat is toch wel. Ja, en Savoldelli gaat zeker de ronde van Frankrijk rijden in steun voor Lance Armstrong? Ja, dat is het plan tot nu toe en ik denk dat goed voor Lance is dat hij nu ziet, dat Savoldelli toch op een serieus niveau aan het draaien is. Op harde dat die jongen zeker op de ronde gaat spelen. Ja, en kan Savoldelli die vorm aanhouden tot in de ronde van Frankrijk? Ik heb het al gezegd, Savoldelli is iemand die zijn eigen geweldig goed kent en die weet ook dat hij nu na de ronde die even goed terug vanaf vanuit de ronde van Frankrijk, waar hij natuurlijk slecht in Nederland de positie, hij weet dat slecht zal zijn en dat het op veel minder krachtig neemt, dus dat is iets minder slecht. Oké, hartelijk dank voor deze verhelderende uitleg. Bedankt voor die uitleg, Lorenz Lapage. Dank u. Ja. Lorenzo Lapage met de uitleg, je hoorde het Hans, elkeen reed voor zijn eigen klassement. Het klonk een heel aannemelijke uitleg. Ja, tuurlijk. En ook wat Pim van Uffel betreft, ik zie dat hij nu al 3 plaatsen is opgeschoven in het klassement. Ik wacht nog op de aankomst van Cioni die nu binnenkomt om straks te berekenen of hij ook die nog passeert. En dat is nog wel een mooie vaststelling dat ook die man eigenlijk voor zijn klassement aan het rijden is. En je zag op de klim dat ook Gonchar, Garate en al die anderen niet meereden. Dus in feite hebben ze eigenlijk heel ver gespeeld.